de castpresentatie van de nieuwe Nederlandse speelfilm Verliefd op Ibiza. En had ik al gezegd dat ik op Ibiza ben? Niemand wil zijn eigen leeftijd zijn. Tieners willen twintigers zijn. Twintigers willen bijna dertig lijken. Dertigers willen vooral twintigers zijn. De veertigers van nu zijn de dertigers van toen. En 50 is de nieuwe 40. Verliefd op Ibiza is een ensemblefilm met ongeveer 12 acteurs. En het centrale thema is liefde op elke leeftijd. Rick Engelke zei het vanmiddag wel mooi. Die zei, Ibiza is een eiland waarop de leeftijd niet telt. Dat kan heel mooi zijn, maar het maakt personages ook in de war. Een klein beetje over je rol vertellen in de film? Het is Lex, een popartiest. Een beetje over zijn top heen. En die is hier op dit eiland neergestreken. En hij heeft eigenlijk altijd lang leven de lol. En nog steeds een beetje een groot kind. Drie dochters van drie verschillende vrouwen. En voor zijn verjaardag komen ze allemaal over. En eigenlijk realiseert hij zich dat hij niet zo'n goede vader is geweest. En er eigenlijk nooit is geweest. En dat wil hij nu goed maken. Ik ben Sarah en ik speel een zakenvrouw. Ik heb mijn eigen lijn en designer. Dit zijn mijn halfzusjes. Ik ben een beetje de control freak. En zij zijn een beetje losgeslagen. Ik ben totaal gefocust op mijn carrière. Maar daarnaast heb ik dus ook een man. En je gelooft het niet, twee kinderen. Ik speel Lizzie. En Lizzie die werkt in een strandtent. En die is lang levende lol. En die duikt elke keer in de voorraadkast met allemaal leuke mannen. Maar dan verandert haar leven. En dan moet ze een beslissing nemen of ze een serieus leven gaat nemen. Of geen serieus leven. En ze is super lief en leuk. Ik ben Bibi. Ik ben het jongste zusje. En ik ben eigenlijk totaal losgeslagen. Ik wil hier alleen maar feesten natuurlijk. En ik denk dat alles gewoon vrij is en dat ik geen problemen ermee krijg. En ja, misschien iets wat ik wel doe, krijg ik toch misschien een beetje problemen mee. En daar moet ik mee gaan dealen. Maar met wie dan? En wie moet het dan oplossen? Ja, ik weet niet. Iedereen die hier naartoe komt, wordt verliefd op het eiland, wordt verliefd op elkaar. Of op zichzelf, in mijn geval. Ik speel Elsa. En Elsa is een heel verwend meisje. Die is gewend dat ze overal haar zin in krijgt. En er eigenlijk niets voor hoeft te doen. En maar een pruilmondje op te zetten. En ze heeft wat ze wil. En ze gaat trouwen met een voetballer. Ja, daar hoef ik verder niet meer zoveel te zeggen. We kennen natuurlijk allemaal wel het uiterst succesvolle Costa. Hoe is het voor jou om deze speelfilm te maken? De locatie is hetzelfde. Ik sta 12 jaar later weer op een zonnige plek. Maar het verschil is ook wel groot, want Costa was tienerliefde. En was toen ik zelf bijna 30 was, lag dat nog heel dicht bij me. Maar ik vind het heel fijn om nu een verhaal te vertellen met meer diepgang.